Jongens, je ziet het hoe hoog het gras is in het bos. Heel gaaf. Maar nu, let op. Ja, het is heel mooi weer. Dat zie je direct in de video. Het is zelfs zo mooi weer dat het 28,9 graden is. Gewoon hier op deze plek. Dus dat is al super gaaf eigenlijk. Nou, wat zijn de plannen voor vandaag? Eigenlijk gewoon een soort van bosloop te gaan maken. We hebben een grote fles water bij ons. Dus dat is ook al kikker. En we gaan eventjes een vak verkennen die we in principe vanaf deze kant nog niet kennen. Wel vanaf de hele andere kant. Dus we gaan eens eventjes kijken hoe het er gewoon hier uitziet. Je ziet het al aan de omgeving van de bosstructuur. Het ziet er heel mooi uit. Het zijn echt gigantisch veel bomen bij elkaar. En je ziet het, de zon. Die staat ook nog behoorlijk hoog. Dus dat is wel grappig. We willen ze dadelijk eventjes naar een plek gaan lopen, zeg maar. Om daar eventjes een beetje nog verkenning uit te voeren. Dan gaan we eventjes kijken wat de avond ons gaat brengen. Wow. Ja, ik heb op mijn zadenkalender gekeken, die ik altijd bijhoud. Dat is een kalender die eigenlijk doorloopt. Dat de 12e is. Dus 12... De 12e nu, zeg maar. Dan zouden er in principe in het bos bosbessen moeten zijn. Nou loop ik hier door het bos en recht voor me staan bosbessen. Maar ik ga ervan uit dat hier niets aan zit. Yes, wacht even. Dus toch. Eén moment. Even kijken. Ja, oh, dus toch. Die kalender van mij klopt wel. Kijk, dit hier, ik zal even één laten zien, is een harde kern. Niet die harde kern, maar de harde kern. Ja? Dus dat betekent dat ze dus toch gelukt zijn. En je ziet sommigen, die beginnen al heel erg een klein beetje die blauwe kleur te krijgen. Dus het loopt iets achter, maar niet veel. Het is nu wel heel erg warm. Dus op sommige stukken zijn er dus helemaal geen bosbessen. En zoals hier sommige stukken dus wel. Wow. Dus dat betekent dat ik waarschijnlijk aankomende dagen, als het een beetje mee zit, op sommige stukken al misschien de eerste bosbessen kan plukken. Misschien. Dat is ook nog maar de vraag. Wow. Ik zal eens eventjes hier aan de andere kant kijken of we hier wat zien. Nee, hier zien we op dit moment eigenlijk niets. Ik keek zo die... Oh, dat is helemaal aangetast door de zwijnen. Ik keek zo eens naar die kalender. Ik denk, vreemd, weet je. Maar het loopt dus allemaal toch nog een beetje achter. Wow, kijk dan hoe ze dit aangepakt hebben. Dit is volgens mij van afgelopen nacht. Kijk, want het is heel vers nog. Even kijken, wat gaan wij doen? Mijn GPS geeft gewoon aan dat hier de weg rechtdoor gaat. En die is nou helemaal met allemaal omgevallen bomen. Oké, het is gewoon een looppad wat je mag lopen. Dus we gaan er gewoon in. Dan moeten ze die bomen maar weghalen die omgevallen zijn. Dat doen ze ook niet. Ze laten ze gewoon liggen. Oh, wacht, die zijn door de storm allemaal omgekikt. Die kunnen ze nog niet weg hebben gehaald, zo te zien. Oh, dan moeten ze in het bos wel heel veel bomen gaan weghalen. Maar goed. Kijk. Je ziet het. Officieel is dat dit pad, zeg maar. Oh, je ziet wel dat er gereden is, een poos geleden. Moeten we helemaal om die boom heen. Zo, dat is al een hiepkel die hier ligt. En overal staat hoog gras, nu ook op de paden zelf. Nou, kijk, er is al een spoor langs gemaakt. Dus hier lopen wel meer mensen. Vogels die wegvliegen. Het is alleen heel... Ja, wat zullen ze zeggen? Bedrukkend warm weer. Dat het echt nou super benauwd is, wil ik ook niet zeggen. Maar echt lekker om in het bos te lopen is het ook niet. Dus ik ben blij dat de zon wat lager gaat staan, dat we tegen de avonduren gaan. Even dit kijken. Dat loopt daar schuin naar beneden, zie je dat? Trouwens, over die hele rand wel.
Kijk, en dat is altijd het mooie. Dan geeft hij aan dat hier dus een pad is. Maar je ziet het, dat zal dan wel hier zijn. Dus die dingen geven overal paden aan, terwijl er gewoon geen paden meer zijn op de een of andere manier. Kijk, dan zou dat pad hier moeten zijn. Ja, zo aan de boomstructuur te zien, zie je duidelijk dat er een pad gelopen heeft. Alleen ik snap niet waarom dat gewoon op een, in principe, nieuwe GPS staat. Laten ze dat dan gewoon ertussenuit halen, maar dat doen ze dus ook niet. Ja, we zouden hierheen kunnen lopen, maar je ziet het al aan het gras. Het is behoorlijk hoog, dus daar heb ik nou eigenlijk ook geen zin in. Dan gaan we maar even een stukje verder lopen. Kijk, en ook hier zijn behoorlijk grote bomen omgevallen. Ik puf een beetje, omdat ik een beetje moe ben, door de waterfles die achter in mijn tas zit. Dan zul je denken van, oh, hij heeft er wel meerdere bij zich. Nee, ik heb er op het moment maar één bij me. En als het goed is, wil ik die ook niet los gaan maken. Dus dat is ook heel belangrijk. Dus die heb ik alleen bij me voor uiterste noodgevallen. Als ik hier sta, dan zie je pas hoe mooi het bos is. En ook hoe ver het naar achter loopt. En je ziet het, er komt van alles voorbij vliegen. Maar nu. Dat is ook helemaal omgewoeld. Ik denk dat het nou voor de dieren ook nog te warm is om zich te gaan verplaatsen. Ik denk dat die gewoon rustig ergens op een plek liggen en gewoon niets aan het doen zijn. Even te kijken wanneer die de tweede afslag weer gaat geven. Ah, wacht. Hier bovenaan lopen nog twee paden zo dadelijk. Kijk, en ook hier zijn de bomen omgevallen. Gaaf. Oh, er zijn er een heleboel gevallen hier in dit stuk. Ook daarachter zie ik er nog een paar. Hiervoor weer eentje. Hier op het pad ligt er weer een. Wauw. Daarachter is er ook één omgevallen. Daar dus. Nee! Het is een dier. Wauw, kijk naar zijn gewei. Hij springt er gewoon overheen. Oké, hij blijft staan. Ik had hem in mijn rechter of in mijn linker ooghoeken, had ik het al in de gaten dat er een boom ligt. Ga je inzoomen, is het gewoon een gigantisch groot dier wat hier staat. Hij loopt er nog steeds, hij loopt er nog steeds. Oké, wacht, nou hoor ik van die kant ook een geluid. Jongens, we hebben weer een dierenvideo kunnen maken. Oké, wacht, nou moet ik even heel rustig zijn. Want als dit gebied helemaal vol zit met die grote beesten, normaal lopen hier kleinere, maar deze heeft echt een groot gewei. Dus ze liggen niet. Ze staan gewoon. Heb je gezien over hoe groot de boom die sprong? Gewoon of dat het niets was. Ik heb gehoord dat ze over hekken van 1,50 meter, 2 meter kunnen springen. Dat is voor ons een behoorlijk hoog end. Maar nu zie je pas hoe kolossaal die beesten zijn. Maar nu, hij heeft zich natuurlijk verscholen onder in dat dal. Hij heeft daar gewoon gestaan. En ik stond stil met de camera en dan alweer wordt het te veel voor die dieren. Als je blijft lopen, dan is er in principe niks aan de hand, maar nu sta je stil. En dan zien ze je niet als een bewegend object meer, dus ze kunnen dat object blijkbaar niet trekken waar het is. En dan gaan ze wegrennen. Dus je zou... Oeh, weer één. Oeh, ik hoop dat jullie dat op beeld hebben. Nee, daar loopt er één. Oké, ik moet veel stiller zijn. Want die gaat natuurlijk... Hij zit... Waar zit hij? Even kijken. Hij zit daar ergens. Er zit hier van alles. Ja, bingo, raak. Daar loopt hij. Kijk, en nou zeg ik helemaal niets, dan blijf ik helemaal stilzitten. Kijk, zijn er twee? Geen idee. Oh, hij zit daar precies achter. Oh, jongens. Oké, ik wil hem nog een keer voor de lens hebben. Ik hou dit gebied even in de gaten. Dit is wel mooi voor wild te spotten. Had ik hier ergens heel rustig gaan zitten. Nou loop ik gewoon. Hier wordt het donkerder en dichter. Dan hoop ik dat ik hier langs kan.
Ja, kijk, hier kan het ook zitten. Goed kijken, jongens. Dit hele stuk daar. Daar kan zich alles verschuilen. Het is gewoon overdag. Midden op de dag. Op het allerheetste lopen ze hier gewoon. Wacht, zie ik dan al wat staan? Wat is dat? Ja, het is hem toch. Het zijn de twee. Nee, er zitten te veel bomen tussen. Ik kan ze niet meer zien. Daar lopen ze. Zie je dat? Daar staat hij. Yes, ik heb hem op beeld. Je ziet zijn rug. Wat gaat er gebeuren? Ik zie schimmen bewegen. Ik kan hem net niet helemaal vol op beeld krijgen. Dat is jammer. Maar hij staat er nog wel. Ja, hij beweegt. Hij is weg. Oh, wat gaaf. Dat zijn hele grote dieren. Oké, ik probeer zo rustig mogelijk te zijn. Die hebben me al lang in de gaten. Kijk, kijk, let op. Dit zijn die plekken waar ze waarschijnlijk tussen liggen. Oh, ik hoor weer wat. Oké, ik sta hier op een soort van verhoging. Je kan hier helemaal diep ver het bos in kijken. Let op, hoe ver mijn camera nu kan kijken met dit heldere weer. Echt super ver. Maar nu, zien we de dieren nog? We gaan even dat stuk in de gaten houden daar. De beweging is. Er kan van alles zitten. Je ziet heel duidelijk hier. Kijk. Dit zijn letterlijk lichtplekken. Van de dieren. Ja, je ziet duidelijk sporen. Zie je dat? Oké, jongens, wat nu? Wij lopen het pad af. Kijk dan wat hij aangeeft. Dan moet hier schuin een pad lopen. Maar ik zie niks. Hoe kan dat? Hoe kan dat ding paden aangeven die er niet zijn? Ik vind het wel vreemd dat hier een heel vers autospoor staat. Zie je dat? Helemaal naar achter. Ik had laatst een keer andere schoenen aan, een soort van gimpen. En die maakte totaal geen lawaai. Oh, wat is dat? Nu hoor ik opeens van allerlei kanten. Nu is het stil. Er zit hier wel degelijk wat achter. Kijk, we lopen hier naar beneden toe. Oké, dan moet dat pad daar liggen, maar we zien niks. Kijk dan. Wacht even. Hij geeft het pad gewoon hier... recht voor me aan. Oké, dan ga ik er ook vanuit dat er gewoon een pad loopt. Tondelzwammen. Kijk, hier. Hier zit een hele mooie. En hierboven. Ik had laatst een specht horen. Die zat er precies onder. Kijk dan hoe groot die is. Hier zitten er ook nog twee aan. Oké, je ziet het, wij zijn nu. Hoe komen die autosporen hier? Die zijn dus letterlijk over die boom heen gereden. Kijk dan. Hoe hebben ze dat dan voor elkaar gekregen? Dan moet dat er wel een hele sterke jeep geweest zijn. Want met een normale auto rij je daar volgens mij niet gewoon zo 1, 2, 3 overheen. Ah, wacht. Volgens mij loopt daar het pad al. Ik zie daar een soort van rand. Oké, we komen hier in een vak terecht met twee paden blijkbaar. Nou, je ziet het. De GPS geeft een pad aan en er bestaat helemaal niets. Wacht, of zou het hier zijn, die rand hier? Huh? Wat is dit? Hoe kan die auto hier dan komen? Oké, dit moet het pad zijn, maar het is helemaal dicht. Nou heb ik dat hele stuk voor niets gelopen. Ah, jongens. Nou,
Wacht even. Kijk, hij geeft aan dat we recht op een pad staan. Die buigt af naar die kant, maar je ziet het, er staan allemaal bomen. Dus ik snap niet welke kaart ze hierin gedaan hebben. Een kaart die gewoon niet klopt. Hier moet een pad lopen. Jongens, deze bomen die zijn misschien meer dan 20 jaar oud als het niet ouder is. Hoe kan dit? Wij staan hier op een doorgaande weg. Moet je nagaan dat je GPS met je auto aangeeft dat je hier gewoon in moet rijden, dat hier een snelweg is of zo. Oh, dat zou wat zijn. Dan zou je opeens heel veel bomen raken met 130. En dat is niet prettig. Maar nu, hoe komen we hieruit? Want we hebben ons vastgelopen. Nou, ik ga hiermee ergens in. Het is niet anders. Nou, dit heb ik nog nooit meegemaakt. Dat je gewoon letterlijk op een bospad loopt, terwijl er allemaal bomen zijn. En nu? Ja, die kant heen. Pad volgen, joho! Ik snap dat er af en toe iets een afwijking in kan zitten, maar dit is dan wel gewoon 100% niet goed. Ah, wacht. Kijk wat hij nou doet. Hij geeft dus aan dat we tussen twee paden zitten. En zowel daar zien we geen weg, en daar zien we geen weg of een pad. Dus ik snap het niet. Nou, dan blijven we er maar tussendoor lopen. Dan zullen we zelf kijken of we ergens uitkomen. Dit schiet je ook niet op. Ah, kijk, hier heb je dus een pad. Dus hij is wel goed. Maar waarom geeft hij dan zo net een pad aan terwijl er geen pad is? Ik snap dat niet. Kijk. Nu zegt hij weer dat we op een pad lopen. Nou, dat klopt ook ongeveer wel. En die buigt af naar die kant. Nou, die afbuiging die klopt wel. Nou, ik zie geen pad, maar goed. Ik weet niet wat jullie hiervan vinden, maar ik vind het heel vreemd. Ja, dit was niet de planning dat we hier uitkwamen. We wouden dat vak verkennen. Dus nu staan we weer hier. Kunnen we weer helemaal opnieuw beginnen zo dadelijk. Ja. Wat gaan wij doen? Kijk, we kunnen wel helemaal die kant heen lopen, maar dat schiet ook niet op. Tenminste. Ik weet niet hoe ver dat loopt. Het loopt wel weer omhoog. Dus dat is wel interessant voor ons. Ja, dan moet ik alleen even kijken waar ik zelf nu loop, want... laat maar, ik kan het wel ergens aan zien. Nou. Eventjes in die bocht kijken waar we precies, waar we ons precies bevinden. Ah, specht. Oh ja, dat schiet ook niet op. Dit gaat met een konkel. Ja jong, waarom maak je zoveel lawaai? Is er nergens voor nodig? Nee, dit schiet niet op. Nee, dan ga ik tegen de zon filmen. Ja, dan moet dat maar een godsnaam een keer. Ik wil dit rechte pad even aflopen. Dat lijkt mij het beste. Zitten we alleen even te kijken waar die uitkomt. Oh wacht, het zijn twee hele lange rechte paden. Die uitkomen bij een weg, denk ik. Tenminste, dat geeft hij aan. Een verharde weg komt die uit. Dat is altijd wel interessant. Kijk, bakstenen in het bos. Wat moeten bakstenen in het bos? Ik snap het niet. Dus dan ga je er toch vanuit dat hier toch iets van een beschaving geweest is, of een huis of weet ik veel wat. Maar dit is geen echte oude baksteen. Dus af en toe kom je echt dingen in het bos tegen waarvan je denkt van, wat moeten die objecten daar, weet je? Hier zie je trouwens ook die heuvel, die boom die je daar ziet, waar dus nu weer een boom voor staat. Die dus, daar zit een hele grote krater onder. Want die verdwijnen half, dus dat is ook wel interessant. En interessant is ook die bosbessen hier even allemaal in de gaten houden, jongens. Hoe lang dat gaat duren voordat er wel degelijk bosbessen aanzitten. Ik ben echt heel benieuwd. Laatst zaten er van die zachte, doorzichtige capsules aan. Zoiets als vloeipapier. Sterker was het niet. En nu zitten er echt harde capsules aan. Hey, kijk eens. Die dingen beginnen ook weer te komen. Dat is ook wel interessant. Gifplant. Ja, er zijn natuurlijk heel weinig mensen in het bos. Want ik heb het zelf met eigen ogen gezien. Bijna de helft van de straat zit gewoon op een stoeltje. Urenlang voor zich uit te kijken en letterlijk gewoon niets te doen. Gewoon helemaal niets.
Oh. Ja, het bijdraaien van de stoel richting zon of zoiets dergelijks. Dat is het enige wat ze doen. Dus, oh. Even kijken, jongens, waar ik uitkom, jongens. Ja, en we hoorden weer een klik. Het kwam hier uit het bos. Oh, hoe die zon staat, jongens. Even kijken of we een dier kunnen spotten. Ja. Mijn camera ziet alles en ik zie bijna niks door de zon. Even kijken of we wat zien. Nee, dat kan dus. Nee. Ja, het kan zich overal bevinden nu. Het komt nu wel mooi in beeld door de zon. Het is nu wel goed te zien. Boompje. Nou, gaan we even een hele grote omgevingscheck doen. Even kijken hoe dit gebied eruit ziet. Gewoon even doorlopen. Even avondvlogje maken, gebied verkennen. Ja, dat was het eigenlijk. Eigenlijk meer niet, het is gewoon te warm om iets te doen. Dus wij houden ons ook een klein beetje rustig. Alleen we lopen, dat is het enigste. Even kijken hoe ver het nog is. Wow, zo'n heel eind. Ah, wacht. Zo dadelijk krijg je een aftakking hier recht het bos in. Aan mij benieuwen. Ik geloof er niks van, maar goed. Zet ik deze structuur een beetje in de gaten te houden, dan hoop ik niet dat ik denk waar ik uitkom. Want dan is het voor mij even helemaal nog eromheen lopen. Ja, we zien wel. Oké, wat zien wij daar staan in het bos? Oh, oké, het is alweer weg. Er stond wat. Nee, er staat wel degelijk wat. Oké, wacht even, wat is dat? Zien wij daar nou wat staan? Wat is dat nou? Nee. Het leek een op oren. Wacht, het is een zwijn of niet? Nee, het is geen zwijn. Oh, het had wel een beetje die vorm daarvan. Kijk dan hoe groen het is tussen de bomen. Zo, een hele zoele, warme lucht komt hier het bos uitwaaien. 'S Avonds op zich, als je dan de deur opengooit, is het wel te doen. Maar dan moet het tussen 2 en 3 uur zijn, of nog later. Maar daarvoor kun je gewoon echt beter de boel dicht houden in huis. Ik heb vannacht nog een nachtloop gedaan, is me trouwens heel goed bevallen. Ik weet niet hoe laat ik thuis was, maar dat was super eigenlijk. Is het lekker fris buiten? Even wat kilometers gelopen. Maar nu. Ik baal hier eigenlijk van, jongen, dat ik weer verkeerd gelopen ben. Ik had een hele andere planning in de kop. Dus die moet ik nou weer verzetten naar vanavond of zo. Tenminste, zou het een klein beetje koeler worden. Ik ga nou niet tientallen kilometers lopen. Ja, dat zeg ik eigenlijk altijd, maar dan heb je het eind van de dag toch dat erop zitten. Maar goed. Even kijken wat we hier kunnen checken. En ik sta weer stil en schuin achter me hoor ik weer wat wegschieten. Je wordt gewoon letterlijk in de gaten gehouden door die beesten continu. Ja hoor, weer wat geluid. Oh, er loopt een hele roedel met zwijnen. Wacht. Het geluid komt allemaal onder dat dal vandaan. Dus de kans dat ze... Wat hoor ik nou dan? Nee, het komt deze kant op. Kut, het komt deze kant op. Wacht even, waar is het nou? Niet dat ik tussen de roedel zit. Daar zit ik nog niet op te wachten. Het komt ter hoogte van die boom vandaan. Wacht even, het komt deze kant op. Over de hele lengte hoor je wat. Ik wil hem met alle geweld voor de camera hebben, maar als geen enkel zich laat zien, dan schiet het ook niet op. Wacht, we gaan een stukje verder lopen. Er zit wel degelijk wat. Waarschijnlijk hebben ze mij ook al in de gaten.
Waarom zie ik niks? Wat is dit? Het is te zwak dat jullie het horen, dat weet ik. Oké, we gaan even verder lopen. Ja, het komt deze kant op, Jongens, hoezo zie ik niks? Wat is dit? Oké, ik blijf hier staan. Nu is het stil. Die hele kant van die berg tot daarachter en in die hoek. Daar komt het geluid continu vandaan. Alleen we zien totaal niks. Wacht, we gaan even inzoomen. Oké, het moet gewoon voor het beeld zijn. Ik zie alleen niks. Het kunnen natuurlijk ook jongen zijn die heel laag bij de grond zijn. Maar dan zou je toch takken moeten zien bewegen? Oké, ik geef het op. Dit schiet ook niet op. Ja, kijk, ik loop weg en dan komt er weer geluid. Wat is het? Ah, wacht. Hier is het een stuk beter om te zien. Waarom zie ik niks? Die zitten een stuk lager, jongens. Die zitten echt een stuk lager. Wacht, kijk. Die zitten daarachter. En ze blijven continu een geluid maken. Net of dat ze continu door de bossenbessen aan het lopen zijn. Ja, dat doen ze ook waarschijnlijk. Het is een hele grote roedel bij elkaar. Ik schat zo aan het geluid te horen dat het misschien een stuk of 30 bij elkaar zijn. Ik hoor het geluid nog steeds, jongens. Wat is dit? Nou, ik ga hiermee de video weer even beëindigen. We gaan eens eventjes kijken wat we verder gaan doen.